Colruyt Group wil de productie van veevoeder en dus ook de vleesproductie verduurzamen. De focus ligt daarbij op soja, want soja is de belangrijkste bron van proteïne voor vee. De groep werkt aan verschillende projecten. Zo bekijkt het om tot een correctere dosering voeder te komen en moedigt het de productie van lokale soja aan. Want vandaag komt soja vooral uit Zuid-Amerika. En ook daar wil Colruyt Group bijdragen aan een verantwoorde sojateelt. Eind 2015 zijn we toegetreden tot RTRS. Dat is een internationaal platform die een standaard heeft ontwikkeld voor duurzame soja met een aantal ecologische en sociale criteria. We schatten dat we zo'n 30.000 ton soja nodig hebben voor onze vleesproductie. Dus door de aankoop van certificaten voor 30.000 ton dekt Colruyt Groep een groot deel van zijn productie en ondersteunen we sojaboeren die op een duurzame manier ondernemen. Maar daar stopt het niet. In samenwerking met de NGO Trias begeleidt de groep in Brazilië 200 kleine familiale boerenbedrijven die leren om soja te produceren volgens de normen van de RTRS. Eens ze aan die normen voldoen, belooft Colruyt Group om al hun duurzaamheidscertificaten rechtstreeks aan te kopen.